Bijna niet te tellen. Goeiedag. Hallo. Ik ben van de Laan. Welkom. Welkom. Ja, u bent van harte welkom. Goedendag. Ik ben van de Laan. Dugelbos. Hallo. Zwarte Piet Toegel. Dag, Zwarte Piet. Ik herken u natuurlijk. Leuk om u te zien. Ken u ook? Moet u niet aan het werk, Zwarte Piet? Het is toch een spannende dag vandaag? Ja, dat doen we straks nog. Oké. Nee, begrijp het. Wolf. Dag, ik ben van de Laan. Dat is indrukwekkend, maar het woord is aan u. Het is uw bijeenkomst. Dus dikke stapel. Ik ben nog half buiten adem van het tillen, moet ik zeggen. Dus, ja, u had een beetje moeite om binnen te komen, geloof ik. Of? Ja, nou, binnen komen ging ik parkeren en met alle straatjes in één richting verkeren. Ja, en die plattelandsmensen die hier nog... Dat is wel vaker gehoorde klachten. Ja, en een slechte conditie. Daarover maar niet nu, hè, ons parkeerbeleid. Nee. Zeker niet. Hoogedelachtbare heer, geachte burgemeester Eberhard van der Laan. Dank dat u de tijd genomen heeft om de petities van 200.000 burgers in ontvangst te nemen. De ondertekenaars vragen u dringend om Zwarte Piet te laten blijven zoals hij is, de traditie door te geven aan onze kinderen en een onschuldig kinderfeest van een onschuldig kinderfeest geen maatschappelijk probleem te maken. Waarom het Sinterklaasfeest behouden moet blijven in zijn oorspronkelijke vorm? Ik geef u drie redenen. Het behouden van de traditie voor toekomstige generaties. Deze traditie hebben u en ik ontvangen van onze ouders. Zo worden onze kinderen en onze kleinkinderen voor altijd afgenomen wanneer het onherkenbaar veranderd wordt. Sorry. Onze gemeenschap verliest zo'n traditie die ons samenbindt en die een belangrijk onderdeel uitmaakt van onze Nederlandse identiteit. Het Sinterklaasfeest is een familiefeest waarbij iedereen zijn creativiteit in gedicht en surprise kan uitleven. Waar brave kinderen snoep krijgen en stoute met de roep. Een feest vol van romantiek, nostalgie en warmte. Dat mogen wij niet verloren laten gaan door een groep zeurpieten die het plezier willen bederven. Het tweede punt. Trots in plaats van schaamte voor onze traditie. Als de voorgestelde verandering van Zwarte Piet doorgang vindt, dan betekent dit een breuk met de wijze waarop het feest eeuwenlang werd beleefd. Bovendien impliceert dit dat Nederland eeuwenlang een racistisch volksfeest heeft gevierd, waar alle generaties zich schuldig aan hebben gemaakt. Onze cultuur, waar wij trots op zijn, wordt resoluut op één lijn gesteld met racisme. En dat is bijzonder kwalijk. Het derde punt. Sinterklaas is geen racist. Nee. Zwarte Piet is niet een stereotype voor de zwarte medemens. Zoals Sinterklaas geen stereotype is voor mensen met een baard of voor blanke mensen. Het zijn types in een volksfeest met oude wortels. Een groot spel vol legenden en mythen. Al miljoenen mensen hebben hier plezier aan beleefd. Dit soort zwarte figuren komt voor in volksfeesten in Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk en zelfs in Iran. De rol van die zwarte figuren is over het algemeen om het kwaad te bestraffen. Vandaar ook de roep en de zak waar je in terecht kunt komen. Ze hebben nooit de bedoeling om een beeld te geven van de zwarte medemens. De uitspraak waar tegen u als burgemeester in beroep bent gegaan, zegt dat er geen sprake is van discriminatie. Maar het zou desondanks wel racistisch zijn, omdat er mensen zijn die zich gekrenkt voelen. Daarmee zijn niet langer de feiten, maar de gevoelens en de meningen bepalend voor een uiting of die al dan niet discriminerend is. Het is zoveel dat ik van zweet.
Wie zich gediscrimineerd voelt, heeft dan altijd gelijk. En daarmee is het einde zoek en wordt onze vrijheid ernstig aangetast. Bij Zwarte Piet zit het racisme dus in het oog van de beschouwer. Geen kind denkt bij Sint en Piet aan een potentaat met slaven. Bij het uitdelen van de Pietenrollen staan Surinaamse, Ghanese en Antilliaanse kinderen vooraan om ook Piet te mogen zijn. En het is goed om rekening te houden met de gevoelens van minderheden. Maar het mes snijdt natuurlijk wel aan twee kanten. Een overstelpende meerderheid van de Nederlanders voelt zich nu zeer gekwetst, omdat zij vrezen dat een geliefde traditie hun zal worden afgepakt. De ondertekenaars van deze petitie wensen een Zwarte Piet die niet kunstmatig wordt aangepast. Daarom doen wij een dringend beroep op u, burgemeester. Ik wijs u op uw verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap van de Nederlanders en ook de toekomstige generaties. Des te meer omdat de intocht in Amsterdam een voorbeeldfunctie heeft voor de rest van het land. Zwarte Piet mag niet het slachtoffer worden van een compromis om politieke redenen. We willen dat u spreekt namens 9 van de 10 Nederlanders. En dat u zegt, nee, dit gaan wij niet doen. Zwarte Piet is zwart, of hij is niet Zwarte Piet. Ik dank u. Dank u wel. Mag ik u eerst bedanken voordat u de handtekeningen, de petitie hier hebt gebracht. En vindt u het goed dat ik nog iets terug zeg? Graag, graag. Want u heeft namelijk dingen gezegd waar ik het erg mee eens ben. Maar u heeft ook dingen gezegd waar ik het niet zo mee eens ben. En ik denk dat we elkaar recht doen als ik u even terug zeg wat ik met u eens ben. En wat ik misschien in een enkel opzicht zeker niet met u eens ben. Want het is een ding geworden, de discussie. En we moeten hem samen oplossen. En samen is zeker met zoveel mensen die zich zorgen maken. Ook zij hebben het recht op dat ze van hun zorgen bevrijd worden. Dus ik neem u heel serieus. Ik ben het met u eens dat het een kindfeest is en dat niet iedere deelnemer aan de discussie heeft daar voldoende rekenschap aan gegeven. Dat je dus dat sowieso moet laten op een manier waarop kinderen niet worden belast met vervelende dingen. En ik heb wel eens dingen gehoord in de discussie dat ik denk, hoe kan je dat nou zeggen over een kindfeest? Daar ben ik dus graag met u eens. Ik ben ook met u eens dat ik als burgemeester, dat het niet zozeer gaat door mijn eigen mening, maar dat ik een burgervader ook ben die verantwoordelijkheid heeft voor iedereen. En dat heb ik dan zeker ook voor de 90% waar u het over heeft. En misschien zit u daar niet ver naast. Waar ik een beetje schuur met u, maar niet, dat is goed voor het gesprek dat we moeten hebben. Ik ben een oude advocaat, dus ik ga nu een beetje juridische woorden gebruiken, maar wel op een eenvoudige manier. Je hebt twee dingen die hier spelen. Je hebt het begrip democratie. Dat is, over het algemeen, de meerderheid beslist wat er gebeurt in een samenleving. Maar daarnaast heb je de rechtsstaat, en dat wil zeggen, iedereen heeft een zeker aantal rechten, waar niemand aan mag komen, ook niet de meerderheid. Zelfs niet een bijna absolute meerderheid. En ik ben het ook met u eens dat je niet kan zeggen dat er discriminatie is, dat kinderfeest. Dat heeft de rechter inderdaad ook gezegd. Sommigen vergeten dat, en zeggen dat hij gezegd zou hebben dat er wel discriminatie is. Dat is natuurlijk niet gezegd. Maar we moeten wel rekening houden met in de samenleving bestaande discriminatie. Ik heb u ook niet anders horen zeggen. Wat er nu gebeurd is, is dat mensen een aanval hebben geopend op het kinderfeest en in het bijzonder Zwarte Piet, vanuit reële ervaring op het gebied van discriminatie. En ook historische zaken als het slavernijverleden. Nou, ik heb als burgemeester de positie gekozen dat de traditie en het feest niet de issue zouden moeten zijn. De issue is discriminatie en een verleden waar we ruidelijk over moeten zijn. En in zoverre ben ik steeds opgetreden als een beschermer van de traditie. Ik hoop dat u dat gezien hebt. Ik ben ook in beroep gegaan, dat is mij niet in dank afgenomen, tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam. En gelukkig is dat goed afgelopen. Anders had ik namelijk ook de Gay Pride misschien wel moeten verbieden of voorwaarden verbinden. En daarover dan niet. Maar wat is nou het punt? Als burgervader wil je dat iedereen blij is. Dat is je opdracht als burgemeester. En er zijn mensen die vanuit die discriminatie die ze dagelijks ervaren, zich storen aan het Sinterklaasfeest. En met name dan aan de herinnering die Zwarte Piet voor hen geeft aan de slavernijverleden en die discriminatie. En, laten we daar eerlijk over zijn, als je als familieleden van je midden in de zomer Zwarte Piet worden genoemd, terwijl jij gewoon gezellig bezig bent met elkaar, is dat niet leuk. En dat
legde dus voor hen die verbinding tussen aan de ene kant Zwarte Piet en aan de andere kant die discriminatie. Wat is er nou zo bijzonder aan tradities? Dat ze een kern hebben van vroeger die moet blijven, maar dat ze altijd veranderen. Ook de Sinterklaas-traditie is veranderd. Ik ben als kind nog bang geweest voor Zwarte Piet, voor dat ding daar. En ik had reden om bang te zijn, kan ik u verzekeren, want ik was beslist wel een stout jongetje af en toe. Maar kinderen zijn nu, en ik zeg gelukkig naar de hedendaagse pedagogische inzichten, niet meer bang voor de roep, want ze weten, Piet is een schat en die zal nooit slaan. En in die zak hoeven we al helemaal niet. Ik praat niet over dat. Dus tradities kunnen ook veranderen. Terwijl je ze dus wilt behouden, kunnen ze ondertussen een andere verschijning van krijgen. Wat is nou eigenlijk logischer, denk ik, dan dat je zegt, we behouden de traditie. Het is een kinderfeest, daar hoeft in de kern helemaal niets aan te veranderen. Maar als nou in het huidige gewicht mensen daar verdrietig van worden, aanstoot aannemen, kan je dan die verandering van de traditie die dus altijd was en is, een beetje versnellen die kant op, dat ze dat niet meer voelen bij het aanzien van Zwarte Piet. Nou, dat is de oplossing die gekozen is hier in Amsterdam door het Sinterklaascomité. Ik mocht zo even een schilderij in ontvangst nemen, waar dat ook à la de Nachtwacht mooi is geschilderd. Dat is de oplossing geweest van de NTR. En persoonlijk denk ik dat dat de verstandigste weg is naar een feest voor iedereen. Dus niemand hoeft bang te zijn dat hij zijn feest kwijtraakt. Dat zeg ik vooral tegen u en de mensen die dit hebben getekend. Met het grootste respect zeg ik dat. Maar ik zeg tegen de minderheid die zich daar aanstoot aan nam. Hier zul je genoegen mee moeten nemen. Dit is het doorknippen van de door jullie gevoelde associatie. Maar het blijft een Zwarte Piet. Alleen hij is zwart, want hij komt door de schoorsteen. Dat vind ik persoonlijk een goede oplossing. Hij is gekomen uit overleg. Ik heb niet anders gedaan dan het overleg een beetje faciliteren. Want de burgemeester gaat er niet over. Maar hij wil wel graag dat de verschillende onderdelen van zijn dorp leuk met elkaar praten en oplossingen vinden. Dus u ziet dat ik het voor een deel zeer zeker met u eens ben. En ik hoop dat ik dat ook heb waargemaakt in de afgelopen jaren. Want dit zijn 200.000 handtekeningen, maar ik overdrijf niet als ik zeg dat ik duizenden mails en brieven heb gehad. Maar ik wil ook de andere mensen erbij trekken. En tenslotte, aan beide kanten van dit spectrum, als ik dat lastige woord mag gebruiken van de discussie, zitten mensen die anders dan u, anders dan veel actievoerders, over de schreef gaan. Aan beide kanten van de streep. En laten wij nou proberen dit gesprek op dezelfde redelijke manier te voeren zoals wij het nu voeren. En dat alle Nederlanders die dat op kunnen brengen dat ook doen. Dan krijgen we op dat punt dat de extremen aan het spectrum de lol erin verliezen om dit door te gaan. En dat we allemaal weer gewoon gezellig Sinterklaas vieren. Als een feest voor iedereen. Dus ik hoop dat u mijn nuances voelt. En dat u ziet dat ik u dankbaar ben voor de handtekeningen, maar dat ik het niet helemaal met u eens ben, maar dat dat juist niet geeft, want dit is ook een maatschappelijk gesprek. Dus dank voor uw komst. Graag gedaan. En als ik zo vrij mag zijn, ik weet niet of u het waar kunt maken, maar de groet aan alle ondertekenaars. We zullen ons best doen. Ja, dat weet ik zeker. Nou. Zeg Piet, en nou weer aan het werk, hè? Want mijn kinderen zitten te wachten. Ja, dan gaan we ze maar zo doen. En het komt niet in de zak omdat u nu niet meer de stoute jongen van vroeger bent. Tenminste, mijn chauffeur stond met draaiende motor klaar, maar nu stelt me echt een best. Dank u wel, meneer Bos. Ja. Dank u wel. Dag, tot ziens, dank u wel. Dank u wel. Dank iedereen. En ik ga heel hard aan het werk, ook net als u, Piet. Dag. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Goed. Ik vraag is goed. Ja? 200.000 handtekeningen hebben ze juist aangeboden. Hè, Piet? Ja, dat is best veel, of niet? Zeker, de burgemeester heeft beloofd dat hij het zeer serieus gaat nemen. Dit geluid zal meenemen ook. Zal luisteren naar de mensen die deze petitie ingediend hebben. sorry. We hebben zwaar getild. We hebben heel zwaar getild. Het is ongelooflijk veel. En we zullen blijven doorvechten ook voor volgend jaar dat het Sinterklaasfeest behouden blijft zoals het nu ook is. Nou, en dat wij niet bang hoeven zijn om over de straat te lopen. Want, het zou toch te gek zijn? Ja, maar het is op dit moment nog wel, het is nog wel eens een keer gebeurd dat Zwarte Pietjes in elkaar werden geramd. Ja. Hoe moet je doen? Ja, helaas. En dat willen wij volgend jaar niet meemaken. Het moet een vrij land blijven waar wij onze tradities kunnen behouden. Misschien nog iets op een compromis met de burgemeester. Ja. Ja, Nou, de burgemeester wil een beetje een compromis met roetpieten of iets dergelijks. Wat een kleine aanpassing is, maar we zijn toch wel bang dat er
daarna volgende kleine aanpassingen komen. En als je 5 jaar verder bent, is het Sinterklaasfeest eigenlijk niet meer herkenbaar in zijn vorm zoals wij dat kennen. En dat mogen we niet laten gebeuren. We moeten zorgen dat het Sinterklaasfeest behouden blijft, ook voor de kinderen, voor de kleinkinderen en degenen die daarna komen. Ik denk dat, dat degenen die een beetje aan het zorgen zijn, dat die niet eerder rust geven voordat Zwarte Piet helemaal verdwenen is. Het zit er dik in. De zeurpieten houden niet op. Nee, het is wel mooi in Spanje, maar eens per jaar willen wij toch terug naar Nederland komen. Precies. Zonder gevaar te worden.